Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er liggen wolken boven Nederland en ook ten westen van ons land. En die wolken brengen regen en motregen. En de wolken trekken wel naar het oosten en dat betekent dat we de neerslag vooral in de ochtend hebben. Het is dan grijs met een stevige zuidwestenwind. Kracht 5, misschien af en toe kracht 6 langs de kust. 7 graden op de thermometers. Maar vanmiddag trekt die neerslag naar het oosten weg. Dat duurt wel tot tegen de avond voordat het ook het oosten verlaten heeft. Maar in het westen klaart het al op en gaat de zon schijnen. Worden 10 graden. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond valt de wind weg, de opklaringen winnen, de neerslag trekt helemaal weg en de temperatuur daalt snel. Vannacht kan het in het oosten en noordoosten zelfs een graadje vriezen. Er kan ook nevel en mist ontstaan, dat verdwijnt morgen snel. En met een stevige zuidelijke wind wordt zachte lucht aangevoerd: 12 tot 15 graden wordt het. Met zonnige perioden, maar in de loop van de dag wel meer sluierwolken. In de nacht na zondag regent het. Zondagochtend trekt dat snel weg, gevolgd door buien. Die kunnen pittig uitpakken. Met kans op onweer 12 graden, ook op de maandag. En ook dan hebben we buien met af en toe wat zon. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de dinsdag. We hebben een wisselvallige periode. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.